Ja, nog het zijn we toen de laatste nabeschouwing van deze week. En daarvoor hebben we speelster van Weespen, Irene de Lange, aan de telefoon. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ja, jij bent vandaag plaatsvervangend voor Marine Achtereten. Want die was eigenlijk op de planning vandaag. Maar mooi dat jij het over kon nemen in eerste instantie. Ja. Jullie speelden gisteravond de wedstrijd tegen AS Arnhem Dames 2. Een combinatieploeg, om zo te zeggen. Uit een fietsclub, om zo te zeggen. Deze wedstrijd verloren jullie met 21-23. Een terechte uitslag, zeg je van, we hadden het zelf eigenlijk over de streep moeten trekken. Nou, in elk geval dat laatste. Misschien is het daarom ook wel terecht. Maar het was een harde wedstrijd, fysiek harde wedstrijd. Maar we hebben het echt ontzettend laten liggen in aanval. Met heel veel gemist, ook aan de spelen vanaf de breakout, vanaf de keeper al naar de speelsters en speelsters onderling. Dan wel op doel schieten. In de eerste helft alles mislukte wat dat betreft. En dan mis je gewoon hele belangrijke punten. En dan moet het op het laatste op aankomen. En dat lukt dan niet meer. Ja, dan heb je wel behoorlijk aan jezelf te danken. Dus uiteindelijk, als ik jou een beetje begrijp, zijn jullie te laat, zeg maar, de inhoudrace begonnen, om het zo te zeggen. Ja, ja. En is dat iets typisch van jullie ploeg dit seizoen? Of zeg van, nou, was toevallig gisteravond zo dat dat is? Nee, het is de laatste tijd sowieso in de aanval. Met name kunnen we veel scherper zijn. De verdediging hebben we nu tegenwoordig ook wel behoorlijk staan. Dus dat voelt ook wel lekker. Alleen dan, ja, je moet wel blijven scoren natuurlijk om te kunnen winnen. En, ja, als je daar de punten laat liggen, dan verlies je gewoon dit soort wedstrijden. Wat eigenlijk helemaal niet nodig is. Dus dat is gewoon jammer. Ja, want hun stonden inderdaad vooraf al derde. Als je had gewonnen, had je inderdaad wat dichterbij gestaan. Dat is helaas nu niet het geval. Nu hebben jullie 2 weken rust. Even met de carnaval. Je zegt, dat is wel goed voor de ploeg. Of zeg je, we hadden eigenlijk de komende weken eigenlijk nog de wedstrijden willen hebben? Ja, nou, ik zou het persoonlijk niet erg hebben gevonden om gewoon lekker door te gaan. Maar nou ja, misschien is het inderdaad even goed om de boel weer op scherp te stellen. Aan de andere kant, het kan ook nadelig zijn dat je de boel weer voelt inkakken. En dan moet je weer van voren af aan beginnen. Goed, trainingen die gaan gewoon door. En ik denk dat dat misschien ook wel gewoon even lekker is. Ja, want over een paar weken, om 4 maart precies te zijn, dan mogen jullie uit naar HVBS. Een tegenstander die volgens mij jullie wel vaker de afgelopen jaren wel eens hebt ontmoet. Wat verwacht je van die confrontatie? Ja, als ik eerlijk ben, zeg dat ik even de vorige wedstrijd niet meer zo helemaal helder voor de geest heb. Maar volgens mij was dat ook wel een vrij harde wedstrijd. Maar ik denk dat we het vooral bij onszelf moeten gaan houden. En wat we de afgelopen wedstrijd hebben gezien, dat we vooral aan die punten moeten gaan werken. En ons eigen spelletje moeten blijven spelen. En als dat lukt, dan maakt het niet uit hoe zij spelen. Maar dan maken we wel een veel grotere kans.